Welke vier type ouders zijn er? Even kijken. Mensen denken nu een diagram. Ik schakel gelijk door. Kijk, wat belangrijk is, dat je inleeft in de puber. Dat ze elke psycholoog betrokken zijn. Dat je een beetje weet wat er omgaat. En dat je ook soms grenzen stelt. Soms is het even van, hier moet de vangrail. Niet te vaak. Nou, als je heel goed in kunt leven, maar geen grenzen stelt. Dat is van, ik maak je brood wel. Want als je te laat bent, dan ben je kok, verzekeringsdingen. Dan doe je alles voor de puber. Dan ben je een buideldier. Oké. Maar een buideldier is vaak ook overbezorgd. Mm-hmm. Kan dat wel? Maar waar ga je dan precies naartoe? En wie zijn er allemaal bij? Je hebt een hele leuke vergelijking. Dat is een soort curling-ouder. Dat je maar wilt dat ze geen enkel probleem in het leven tegenkomen. Nou, dat is niet goed. En de struisvogel? De struisvogel die denkt, weet je wat, ik leef zo lekker. Dat gedoe allemaal met die pubers, dus die verdiept zich niet. Maar dat zijn vaak ook dieren, ouders die... vroeger ze overal druk om maken. Om denken, weet je wat, bekijk het allemaal maar. Ik heb er ook geen zin meer. Ik hoef er niks meer van te weten. Die hebben het opgegeven. Je hebt het eigenlijk opgegeven. In sommige gevallen. Niet weet, wat niet deert. Maar dat is ook niet goed. Want het is toch wel fijn dat je als puber ook voelt van... het is wel leuk dat er af en toe eens een keer wordt gezegd... nee, dit mag niet. Of dat hij weet bijvoorbeeld wanneer een tentamen is of hoe mijn vrienden eten. Ja, precies. Je zit echt te kijken van... die kinderen zijn... Hoe zijn op jou reageren? Ik verwacht elk moment zwaar gecorrigeerd. En de neushoorn? Ja, de neushoorn. Dat is het type dat zegt... jij gaat niet in die broek naar school en... ik weet wel wat goed voor je is. En pianoles en gewoon zelf je fietsband maken. En gewoon overgaan. En, autoritair. Die weet hoe alles in elkaar zit. En dat zijn de dieren. Strenge neushoorns creëren stiekem kinderen. Heb ik het meest horen zeggen ook door pubers op scholen. Ik zie mevrouw Broek knikken. Dat lijkt me wel. Wat ben jij? Dan werk je het in de hand. Ja, ik hoop dat mijn kinderen... Ik zal vragen of ze het invullen vanavond. Hoe oud zijn die? Maar die zijn 20 en 17. Ja, ik hoop dat ik toch echt die volwassen ouder ben. Ja, die volwassen ouder. Maar waarom is dat dan geen dier? Waarom is ze niet zo'n vierde een volwassen ouder? Omdat we dan... Dat is het doel eigenlijk. Je probeert... En dat proberen we allemaal. En dat proberen we meestal te zijn. Maar als je boos bent of heel bezorgd of... even niet zo lekker in je vel. Ja, dan denk ik, dat probeer ik in het boek te doen. Dan hebben we allemaal een valkuil dat we doen. Ja, ik heb er nou geen zin in. Ja.